Hallo daar en welkom bij een compleet nieuwe tutorial serie over Minecraft Redstone. Ik heb dit gemaakt in Minecraft Education, dus als dingen een beetje anders zijn dan in gewone Redstone, dan weet je waarom. Maar in het algemeen zouden deze lessen ook prima moeten werken in een normale Minecraft omgeving. Laten we niet te veel tijd verspillen en direct gaan beginnen. Volgende stappen 1 tot en met 10. Ik heb een wereld klaargemaakt waarin wat dingen staan. En 10 stappen, stap 1 gaat over batterijen. Je hebt namelijk in Minecraft, als je werkt met redstone, redstone is een soort elektriciteit, dan heb je batterijen nodig waar de stroom uitkomt. Je ziet hier een blok en dit blok is een redstone blok. En een redstone blok functioneert als een batterij. Als je hier redstone lijntjes aan zou leggen, dan gaat die stroom daar doorheen lopen. Een andere die veel vaker wordt gebruikt, is de redstone fakkel. Wij zullen ook in de meeste dingen bij deze lessen gebruik maken van een redstone fakkel. Een enkele keer van een redstone blok. Redstone fakkel, hartstikke leuk. Zet je er iets boven, dan gaat het onder stroom. Zet je er iets links, rechts, voor of achter, gaat het onder stroom. Zet je er iets onder, gaat het niet onder stroom. En ook scheef niet. Wij gaan naar stap 2. Je weet nu tenminste wat de batterijen zijn. Stap 2 heeft te maken met de stroomdraadjes. Hoe krijg je stroom van een batterij naar bijvoorbeeld een lamp? Dat doe je door redstone neer te leggen op de grond. En dat ziet er dan zo uit. Redstone. En breng je dat dan naar een voorwerp toe dat iets kan doen met een redstone energielading, zoals deze lamp, dan gaat de lamp branden. Een simpel maar effectief voorbeeldje. Maar wacht, er is meer. Stap 3 gaat over het maximale bereik. Als je goed kijkt, dan zie je dat de redstone stroom die hier uitkomt, dat die steeds minder rood wordt, steeds donkerder, naarmate we verder van de batterij verwijderd raken. Dat is geen gezichtsbedrog, dat is ook echt zo. Na 15 hokjes stopt de stroom. Dit laatste stukje geeft geen stroom meer daar weer. Je kunt het ook zien, want er komen steeds hele kleine ladingjes af. En van deze laatste komt er niks meer af. Deze ligt precies op de grens. Na 15 van zulke redstone draadjes. En deze ligt op 16 en krijgt niks. Een probleem zou je zeggen. Wat jammer, want soms wil ik toch echt langere stroomdraden. Geen nood, dat kan. Het bereik kun je namelijk ook vergroten. En dat doe je als volgt met een zogenaamde herhaler ertussen. Deze fakkel steekt deze lamp aan. En dat doet hij als volgt. Hij gaat een heel stuk vooruit. En dan naar 15. Je kunt het ook al eerder doen. Zet hij er een zogenaamde herhaler tussen. Wat is een herhaler? Nou, een herhaler is een versterker van een signaal. Een herhaler moet op de juiste manier worden geplaatst. Want een herhaler heeft een sensor, een ingang en een uitgang. De ingang ziet er zo uit. Dat is het rode stukje. Met andere woorden, dit rode stukje redstone moet in verbinding staan met de aankomende stroom van de redstone. En dan zie je aan deze kant dat die redstone als het ware dit fakkeltje aansteekt, dat fakkeltje aansteekt. En dat fakkeltje werkt weer net zo sterk als een gewone fakkel zoals die in het begin. En de stroom wordt volledig hernieuwd doorgegeven. Dus als deze hoort, hé, hier komt stroom binnen, dan geef ik nu weer een verse impuls van 15 hokjes aan redstone door. En dan kun je ergens op een andere plek, een herhaler hoeft niet pas na 15 redstone te worden geplaatst, kun je ook wel eerder doen, zoals ik hier heb gedaan. Zet je er weer een herhaler tussen, hij signaleert, hey redstone, geef ik weer een vers impuls van 15 door. En deze lamp brandt over een afstand die behoorlijk wat groter is dan de standaard 15. Lang leven de herhaler. Les 5, hendels en knoppen. Ja, ik heb je verteld over de batterijen. Je kunt een batterij gebruiken om een stroomstoot te versturen. Maar dat kan ook met behulp van een knop of een hendel. Als ik een knop indruk, dan maakt die een tijdelijke batterij van het hele blok wat hier staat. Kijk maar. Ik zei al tijdelijk, het knopje trekt zichzelf weer terug na enige tijd. En dan houdt ook de stroom op met stromen. Dat is een verschil met de hendel aan deze kant. Een hendel geeft blijvend stroom. Zolang die hendel naar beneden staat, blijft dit blok een batterij. Totdat ik hem weer uitzet. Kan handig zijn. Voorkom loops.
Ja, dat is heel belangrijk. Zet het signaal, eerst even kijken wat gebeurt hier. Hier loopt een redstone signaal. Als ik deze hendel omhaal, wordt dit blok een batterij. Dan gaat hier redstone lopen. Die redstone loopt hier langs. Redstone loopt daar langs. Deze versterker zorgt ervoor dat er nog eens weer een verse impuls aan deze kant wordt gegeven. Die ook weer hier naartoe gaat lopen. Oké, dit wordt interessant. Wat gaat hier nou gebeuren? Zet ik hem aan, lijkt alles te werken. Maar er ontstaat hier een loop, zodat het signaal blijft rondgaan. Zelfs als de batterij uitstaat, blijft het signaal bestaan. Dit soort constructies moet je zien te voorkomen. Wat gebeurt er namelijk? Hier loopt stroom in, maar er gaat enige tijd verloren tussen het hé, ik heb stroom moment en het hé, ik geef een nieuwe impuls door moment. Dat betekent dat als ik nu de stroom uitzet, je ziet dat dit zwakker wordt, maar wat gebeurt er? Deze blijft de verse impuls uitstromen en deze blijft herkennen dat er stroom binnenkomt. Die blijft zichzelf onbeperkt aanzetten en deze krijg je dus in principe ook niet meer uit totdat je de loop zelf uitzet. Even verwijderd. Dat moet je zien te voorkomen, want dat gebeurt makkelijk, vooral in het begin. Bergop en af, want redstone kan ook omhoog of naar beneden. Daar zijn betere methodes voor, maar dit laten we eerst even zien. Als we hier nu onze batterij neerzetten in de vorm van een redstone fakkel, dan gaat het signaal hier omhoog en hier weer naar beneden en hier weer omhoog. We gooien er een versterker tussen. Het gaat hier weer omhoog en komt alsnog de vierde bovenkant aan bij onze lamp. Op die manier kun je dus het signaal ook over hoogtes en dieptes laten gaan. Erg handig. Pas daarbij op dat je de stroomdraden elkaar niet laat kruisen. Kan heel vervelend zijn. Les 8. Herhaler bijzonderheden. Zijn er nog bijzonderheden met de herhaler? Ja, blijkbaar. De herhaler zet het blok onder stroom. In dit geval de batterij gaat in een herhaler. De herhaler stuurt het signaal regelrecht in het stroom, in dit blok, waardoor dit blok als het ware ook een batterij wordt. Die dit stukje weer aanzet, waardoor de lamp aangaat. De redstone kan niet bij de ingang van de herhaler komen. Kijk, dit werkt dus niet. Batterij, draadje, maar het draadje kan niet dit blok onder stroom zetten ofzo. En het draadje kan ook niet bij de versterker komen, bij de herhaler komen. De herhaler en het draadje moeten op dezelfde hoogte liggen, wil dit werken. De herhaler stuurt zelf de stroom in de lamp. Dat kan ook. Net zoals de herhaler een blok onder stroom kan zetten, kan de herhaler ook rechtstreeks de stroom in een lamp zetten, zoals hier gebeurt. Gewoon even een paar voorbeelden van hoe je de boel kunt gebruiken. En les 9, meerdere lampen. Eén knop zet meerdere lampen aan. Ja, dit is vrij vanzelfsprekend, denk ik. Maar toch, de stroomdraad loopt hier naartoe en splitst zich. De stroom splitst zich dan ook. Het grappige is dat de kracht niet wordt gehalveerd. Je kunt nog steeds een afstand van 15 hier houden en een afstand van 15 daar vanaf vanaf de batterij. En nu is dit blok de batterij. En je ziet, zo werkt ook dit. En de herhaler stuurt het signaal in dit blok, waardoor het blok ook een batterij wordt en waardoor deze lamp gaat branden. Dat is het hele systeem. Goed, deze hele lessenserie gaat niet alleen over het leren omgaan met redstone, waarbij deze les de basis heeft verteld van knoppen en hendels en redstone draadjes en lampen. Maar het gaat ook over een escape room. Het hele plan achter deze lessenserie is dat je, zo gaan we het tenminste aanpakken, dat je deze dingen zou kunnen gebruiken om in Minecraft een escape room te maken. En wat je hier ziet bij les 10 is een puzzel. Een puzzel waar ook een heel redstone verhaal achter het muurtje zit verstopt. Dat laat ik jullie niet zien. Al kan ik je wel vertellen dat als je deze lessenserie blijft volgen, dat je snel genoeg zelf een puzzel zoals deze kan maken. Wat moet je hier doen? Je kijkt naar de stellingen die hier staan en is een stelling juist, dan laat je verstaan. Is een stelling onjuist, dan doe je de hendel naar beneden. Weet je zo de juiste combinatie te vinden waarbij alle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hendels goed staan, dan zal deze rode deur openstaan waarna er nog een leuke opdracht volgt.
waarbij je kunt proberen of je de kennis die je hier hebt opgedaan ook daadwerkelijk kunt toepassen. Maar dat ga ik je niet vertellen. Daarvoor heb je toch echt het bestand nodig van de wereld waar ik nu in rondloop, zodat je het zelf uit kunt proberen. Dus ik laat deze les er voor nu bij en ik wens je heel veel succes bij je eerste stappen in de wereld van Minecraft Redstone.